Voor je werk ben je vaak op de baan. Woon-werkverkeer, klantenbezoeken, vergaderingen of leveringen. Door prestatiedruk en tijdsdruk bestaat de kans dat we sneller gaan rijden, afgeleid raken of achter het stuur bellen. Toch blijft veilig rijden de beste optie. Een ongeval levert niet alleen voor je bedrijf, maar ook voor jezelf niets op. Hier zijn 6 tips om veilig en vlot op je bestemming te raken. Klik je altijd vast, ook voor een korte rit of als je traag rijdt. Een botsing oefent immers een enorme kracht uit. Bij een botsing aan 50 km per uur wordt een gewicht van 70 kilo 1,5 ton. Zonder gordel word je gegarandeerd uit je zetel geslingerd met een grote kans op hersenletsel. Ook voorwerpen in de wagen zullen dezelfde kracht ondergaan. Maak je lading dus altijd vast. Door je spiegels goed af te stellen, kun je haast rondom je hele wagen kijken. Stel hiervoor je linker- en je rechterbuitenspiegel zo in dat de horizon op 2/3 staat en de buitenkant van de wagen nog net zichtbaar is. Kijk altijd even over je schouder voor je afdraait om de dode hoek uit te schakelen. Stap ontspannen in je wagen. Stop en rust dus als je door vermoeidheid je aandacht voelt verslappen. En vermijd stress door je traject op voorhand te plannen en voldoende tijd te voorzien. Matig je snelheid. Bij een hogere snelheid neemt je reactieafstand en je remafstand toe. Laat bij droog weer altijd 2 seconden tussen jezelf en je voorligger. Deel hiervoor je snelheid door 2. Rij je bijvoorbeeld 120, hou dan minstens 60 meter afstand. Om je een beter idee te geven, een vrachtwagen met oplegger is ongeveer 20 meter lang. Bij een nat wegdek moet je sowieso een veel grotere afstand laten. Overigens is tijdswinst subjectief. Door sneller te rijden krijg je het gevoel van tijd te winnen, maar de effectieve tijdswinst is maar enkele minuten, terwijl je risico enorm toeneemt. Je hersenen kunnen maximum 7 prikkels tegelijk verwerken. Laat je in het verkeer dus zeker niet afleiden. Bel of sms met je gsm alleen als je auto geparkeerd staat. Heb je een handenvrije kit, beperk je dan tot dringende gesprekken en hou ze zo kort mogelijk. 71% van ons is al eens slachtoffer geweest van verkeersagressie. Wees dus hoffelijk. Behandel een ander zoals je zelf zou willen behandeld worden en relativeer het als mensen emotioneel handelen. Gebruik je pinkers en maak oogcontact om te communiceren. Hoe beter we elkaar begrijpen, hoe beter we met elkaar omgaan, ook in het verkeer. Zowel voor jezelf, je gezin als je werkgever is het belangrijkste veilig op je bestemming te raken.